feel like I'm running down a dead end road. Yes, I feel like I'm running down a dead end road. I need someone to tell me which way I ought to go. Say goodbye to the morning, hello evening time. It just keep falling away. Can't seem to catch up. It just keep falling away. Duct tape is a must hier. Wij zijn op de Autocross in Zevenhuizen, Hemelvaartsdag 14 mei 2015 en u hoort het, er wordt hier hard gecrossed en een van de deelnemers is net als 50 gefinished, een goede prestatie. Ja, ik ben op zich wel tevreden mee. Bas de Wit, Nieuwekerker, en voor de hoeveelste keer doe je mee? Het zal zo'n beetje de 10e keer wezen, denk ik. Ben je zo gek van autorally en crossen? En, Nou, ik heb een tussenpoze gehad van een paar jaar, maar ik ben nu weer begonnen. Maar sleutelen aan auto's, en, want het is niet nieuw spul waar je mee rijdt, hè? Nee, het is monteur ben ik, dus dan hoort het er een beetje bij, hè? Kijk, dat scheelt. En dan klus je aan je eigen auto en heb je dan elk jaar een ander of rijden ze uiteindelijk hier aan Gort? Uiteindelijk rijden we ze een keer aan Gort, maar proberen er zo lang mogelijk mee te doen. Oké, dus je doet meerdere jaren met een auto. En nou ben je net 50 geworden, in welke klasse rij je mee? Wij rijden in de regioklasse. Dus dat zijn alle klassen hier uit gewoon de regiorijders. En moet je dan ergens bij aangesloten zijn of kun je gewoon aanmelden en meedoen? Je kan je aanmelden en dan rij je met een daglicentie en dan kan je eenmalig rijden. En daar hoef je verder niks, je moet je rijbewijs hebben waarschijnlijk. Hoef je daar verder niks voor te doen, voor zo'n daglicentie? Nee, in principe niet. Oké. Daglicentie is voldoende. Oké. Dus geen rijvaardigheid naast je rijbewijs of, ik weet niet? Nee hoor, kwestie van gas geven en kijken hoe het gaat. En zo ziet die klasse er ook wel een beetje uit, hè? Hoe vond je de rit net? Ging het goed? Ja, op zich ben ik heel tevreden. Dus de baan wordt goed bijgehouden, geen klachten, het weer zit mee. Kijk, heb je niet liever een natte baan? Nee. Dan blijf ik zelf een beetje schoon, dus is het beter. Ja, dat scheelt ook voor de omstanders, denk ik wel, hè? Voor de toeschouwers. Ja. Ja, dat zeker. Nou wordt het al te druk. Okay. Dus dit weer rijdt wel idealer? Dit is het beste zo. Okay. Niet te warm, gewoon lekker. Ja. Hey, die vijfde positie van de 16 die meededen net in die rit, heeft dat nog ergens mee te maken of zijn het gewoon puur jouw rijkwaliteiten? Een beetje geluk en een beetje rijkwaliteit. En dat geluk zat hem in de startpositie? Ook, onder andere. Hoe wordt dat bepaald of is dat gewoon mazzel? Er zit niet echt een logica achter. Behalve dan in de finale, dan is de eerste drie monsters die tellen voor de positie in de finale. De startpositie, Ja. Okay. En deze vijfde plek, krijgt dat nog een vervolg? Ziet dat eruit naar uit dat jij de finale misschien gaat halen? Nou, het smaakt naar meer. Hartstikke goed. Biertje nog drinken en dan wanneer moet je weer? Ik denk anderhalf uur zoiets. Ik weet niet precies. Oeh, dat is wel jammer dat je zo lang moet wachten. Ja, dat hoort erbij. Okay. Kan je misschien nog even wat sleutelen aan je wagen, of niet? Even kijken hoe het gaat. Ja? Je hebt tot nu toe nog niks kapot gereden. Tot op heden is die heel gebleven. Ja, geweldig. Ik wens je succes en we gaan het zo even bekijken weer. Ja, dankjewel. Mooie dag. I'm running down a dead end road. Yes, I feel like I'm running
down and dirty room. I need someone to tell me which way I'm on go. Henk Woning, een blije man, denk ik. Ja, dat dacht ik wel. Ja, ik ben een hele blije man. Mooie locatie, heel veel publiek, dus het is helemaal goed. Ligt het echt aan die locatie? Ja, ik denk de locatie veel mee te maken heeft. Er is heel veel te doen geweest en het is nu al bij iedereen bekend waar de autocross is. In de Hinderlandspolder. Als je het niet ziet, dan is het ook wel te horen, denk ik, hè? Wat zei jij? Als je het niet ziet, dan is het ook wel te horen. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, het geluid valt wel mee, hoor. Want ze mogen niet meer maken als 94 decibel. Dus dat geluid is gewoon draagbaar. En wordt dat ook getest? Ja, we hebben daar bij de jurywagen hebben ze zo'n decibellenmeter. En dan meten ze gewoon tussentijd worden de decibellen gemeten, ja. Oké. Okay. En vergeleken met de voorgaande jaren, een hele nieuwe locatie. Wat is het verschil met vorig jaar en de jaren daarvoor? De toegang. De toegangswegen zijn stukken breder en stukken beter te begaan. De uitvoer voor de fietsers is veel beter nu geregeld. Ja, eigenlijk is de locatie voor ons hartstikke mooi. Supermooi. En al reacties van deelnemers gehad over de kwaliteit van het terrein? Ja, de kwaliteit van het terrein is voor de coureurs niet super. Hij is niet slecht, maar dat is ook niet super. En je ziet zelf al, er komen daar toch wel flinke gaten in de baan. En ja, dat moet zich zetten, dat moeten we aanpassen. En dat willen we ook wel aanpassen. Als wij de gelegenheid krijgen om hier een aantal jaar te crossen, willen wij dat wel zelf betalen en zelf aanpassen. Dat is geen probleem. Maar dat maakt het ook wel spectaculairder voor het publiek, hè? Ja, het maakt het spectaculairder voor het publiek, dus dat is wel superleuk. Maar ja, die jongens rijden toch tegenwoordig wel met dure auto's. En als jij natuurlijk 20 keer per dag je hoofd gestoten hebt, wordt het ook wel een keer zat, denk ik. Ja, en schade aan je wagen, ja. Wat misschien onnodig is. Dat klopt, schade aan je auto's, schokbrekenpunten breken af. Ja, er zitten gaten bij van een halve meter diep. Ja, dat is net te gek. Ja. Dus maar goed. Wat is het qua aantal deelnemers? Hoe is de opkomst dit jaar? Nou, echt ongelooflijk. We zitten op 155 deelnemers. Dat is bijna het één na beste jaar tot nu toe. Ja. En dat zijn deelnemers uit heel Nederland, maar ook regio-teams, hè, begreep ik. Ja, we hebben dit jaar heel erg ingezet op regio-auto's. En we zitten bij elkaar op ruim 70 regio-auto's. Ja, daar hebben we op ingezet en dat werkt goed. Daardoor heb je veel publiek ook. En is dat veel meer vergeleken met voorgaande jaren? Ja, verdubbeling. Zo. Ja, ja. Dus al die interesse uit de regio, die was er wel schijnbaar. Ja, klopt. En je moest ook een instapklasse maken. Toen hebben we op een gegeven moment met die Twicht Bengenstocks Cup hebben we een instapklasse gemaakt. Dat de mensen van heel weinig geld een crossauto kunnen maken. En dan is het leuk. Kijk, de professionele jongens die geven gewoon een paar duizend euro uit. En die Bengenstocks-klasse, dan ben je met 1500 euro. Dan heb je echt een leuke dag en dan kun je hem volgend jaar weer gewoon pakken. En dat is wel het leuke van deze klasse. Ja. En ik begreep al van een van de deelnemers dat je dan met een daglicentie kunt rijden. Ja, ze zijn wel allemaal verzekerd bij SpeedSecure. Dat is een nationale autosportverzekering. Daar zijn die jongens allemaal verzekerd. Het publiek is mega goed verzekerd. Ja, dat moet iemand betalen. En de coureur betaalt in principe zijn eigen verzekering. Dat is, leek mij logisch. Dus. En kosten, baten, alle opbrengsten en dingen. Hoe zit dat dit jaar? Gaat het wat opleveren misschien? Ja, ik mag hopen van wel. Als er zoveel publiek staat, en er staan er echt wel 3000, 3200 man, denk ik. Ja, dan komt dat wel uit natuurlijk. Maar we moeten er ook wel een heel jaar op teren. Hè. De kleine trompetter als muziekvereniging en wij als autocrossvereniging moeten hier weer een heel jaar op teren. En je hebt heel veel wedstrijden met maar 300, 400 mensen. En die kun je alleen maar laten plaatsvinden als je een goede zevenhuis hebt. Als je geen goede zevenhuis hebt, dan is je vereniging eigenlijk gedoemd te mislukken. Want ja, dan heb je geen financieel draagvlak. En de kleine trompetter die heeft veel vrijwilligers geleverd voor vandaag. En die kunnen daarmee de kas ook een beetje spekken, toch? Tenminste. Ja, dat klopt. De kleine trompetter die heeft een samenwerking. Dat is echt waanzinnig leuk. De Stichting Evenementen Nieuwekerk. Die hebben nog gauw 9 verkeersregelaars aangeleverd. Kleine trompetter levert er geloof ik 12 van. Er lopen meer dan 20 verkeersregelaars. Bij de entreecontroleurs. En ja, de kleine trompetter, echt waanzinnig leuk. En die kunnen ook gewoon een heel jaar door ermee. Ja, die samenwerking die is dus hartstikke goed. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk betrokken bij de organisatie van zo'n evenement? In de voorbereiding doe ik het bijna helemaal alleen met mijn vriendin. En voor de rest op de dag zelf en de dagen ervoor, dan komen er gaandeweg meer helpers. Dinsdag een man of 5, woensdag een man of 10. Vandaag lopen we met 34 man geloof ik. En morgen gaan we schoonmaken en dan heb ik weer met een man of 10. Ja. Dus een heleboel mensen in taal om hier de cross in Zevenhuis op Hemelvaartsdag zoals van ouds gewoon mogelijk te maken. Ja, klopt. Traditionele dingen moet je niet altijd wegsturen. Nee, heel goed. En we zijn heel blij dat jij al die moeite doet om het in ere te houden. En blij man zeiden we aan het begin van het interview. Ik wens je een hele mooie dag met dit soort mooie momenten. Er gaat weer een nieuwe klasse starten. Hè? Weet jij welke toevallig? We gaan nu, ik denk dat nu de... dit is nou die Bengenstocks-klasse. Dit is allemaal... Nee, even kijken, moet ik even goed kijken.
Ja, dit zijn allemaal Bangerzox auto's. Dit is hier goedkope raceklasse nu. Hier zitten alle jongens in die mede het evenement mogelijk maken. Want dat wordt wel vergeten. Dit evenement wordt echt heel breed gedragen door de ondernemers uit Nieuwekerk. Hè. Kant, Rijm, noem ze allemaal maar op. Die doen echt onwijs de best om dit mogelijk te maken. Zonder hun geen autocross. Pertinent. Dus top. Bedankt ook voor die sponsoren, denk ik. Al die bedrijven die dit mede mogelijk maken. En we gaan kijken naar de start van deze klasse. Dankjewel, Henk. Top. Dank je vriendelijk.